Ze zingt, schrijft en presenteert. Ze begon met het zingen van covers en schrijft nu haar eigen Nederlandstalig repertoire. Ze studeert aan het Koninklijk Conservatorium en dat combineert ze met een studie Pedagogische Wetenschappen. Sophie de Bruin in Gedachtegang. Je straalt helemaal. Je hebt gisteravond een optreden gehad, vertel je. Ja, klopt. Ja. Krijg je energie van? Ja, ik vind het zo fijn dat het weer kan. Het is echt het bezig zijn met het publiek en het reactie terugkrijgen op wat je doet. En mensen kunnen inspireren en boeien. En ik word er helemaal blij van. Hoe lang duurt zo'n optreden van jou? Hoeveel nummers zing je? Ja, dat verschilt. Gisteren heb ik met een pianist en een drummer op cajon speelde hij. Heb ik gespeeld. En toen hebben we een half uurtje gespeeld. Maar ja, het verschilt echt per ding. Het kan ook zijn dat ik twee nummers kon doen die dan in een programma zitten. Of het verschilt echt per optreden. Alles wordt op maat gemaakt, zeg maar. Dus ja. En je schrijft je nummers zelf. Je deed eerst covers, hè? Ik zag op YouTube Adele. Ja. Nou, die was natuurlijk heel veel. Ja, prachtig. Is dat een van jouw toppers? Ja, dat is wel echt een voorbeeld. En ik heb daar vroeger heel veel naar geluisterd ook. Dus ik krijg nu soms ook van mijn zangdocent op het conservatorium, die zegt dan ook: ja, nu hoor ik volgens mij weer iets van Adele terug in je. Dat zijn wel trucjes die zij dan gebruikt, die ik dan onbewust overgenomen heb. Daar heb ik heel veel naar geluisterd. En met die covers, ja, ik ben begonnen met covers opnemen en op YouTube zetten. En ik ging er steeds meer een soort van mijn eigen draai aan geven. En op een gegeven moment was het zelfs zover dat ik de melodie eigenlijk gewoon helemaal aangepast had en alleen de tekst nog bewaard had van het oude nummer. En toen dacht ik, nou ja, dan moet ik misschien ook gewoon maar eens proberen om zelf een nummer te schrijven. En zo is het een beetje begonnen. Nou zei je net, je bent blij dat alles weer kan. We hebben twee ingewikkelde jaren achter de rug, hè, door corona. En ja. Vooral de culturele sector had het daar moeilijk mee. Wat heeft corona jou gebracht? Ik bedoel niet qua ziekte, maar de tijd waarin we leefden. En de tijd waarin we nu leven, die eigenlijk toch wel heel erg anders is geworden. Ja, ik denk een stukje bewustzijn van hoe goed we het eigenlijk hebben, toch. Als er dan zoiets gebeurt, dan kunnen we het met z'n allen weer een soort oplossen. En dat gaat niet zonder nou ja, probleempjes, zeg maar. Maar de rijkdom waarin we leven, dat is echt dat vind ik een geschenk. En ik heb de periode lockdown eigenlijk als heel leuk ervaren. Dat klinkt misschien gek, maar ik heb twee zusjes en een broertje. Wij wonen met z'n zessen thuis. Iedereen woont ook nog thuis. En het was gewoon zo gezellig. En we gingen weer allemaal, ja, creatieve dingen, omdat je maar zo'n klein stukje, of nou ja, klein stukje hebt waar je op, ja, je hele leven speelt zich thuis af dan. Dus dan moet je weer creatief gaan zijn in wat je, ja, in wat je doet. En daar zijn hele leuke dingen uitgekomen. Het is heel bijzonder, want ik hoor van een heleboel mensen waarmee ik in dit programma praat, ja, dat het ze eigenlijk meer heeft gebracht dan gekost. Ja. En als ik jou dan hoor zeggen van, ja, de rijkdom waarin we leven, denk ik, hadden we dan dit nodig, dit moment van absoluut een totaal ander leven, om inderdaad wat jij zegt bewust te worden van wat we wel hebben. Ja, ja, dat is heel dubbel, hè? Want er zijn toch ook heel veel mensen die, ja, het klinkt nu heel romantisch bijna dit verhaal, maar er zijn toch ook wel heel veel mensen die het wel zwaar hebben gehad en die, ja, mensen verloren zijn en dat soort dingen. Dus ja, aan de ene kant hebben we er iets van geleerd, maar wat mij betreft had het niet per se gehoeven. Laten we het daarop houden. Nu ben jij daar heel erg positief en optimistisch over. Maar er waren natuurlijk wel een heleboel mensen boos, ontevreden, protesteren en zo. Ja. Daar hoor jij niet bij? Heb jij niet op de dam gestaan? Nee, zeker niet. Nee? Nee, dat is echt niks voor mij. Nee, nee, ja, je gaat, je zoekt je manieren weer om er iets van te maken, denk ik. En dat is bij ons redelijk gelukt. Dus weet je, de overheid, het kan hier ook niet. Het is niet alsof zij dit bedacht hebben of zo. Het is dus niemands schuld. Nee, precies. We hebben niet echt iets om boos op te worden. Dus ja. Jij wordt geraakt door dingen die je ziet en meemaakt. En jij gaat daar dan over schrijven. Ben je iemand die heel erg gevoelig is en emotioneel kan zijn? En ja. Ja? Ja, dat wel. Ja. Want ik zie jou met een brede, stralende lach. Is hij er altijd? Hij is er wel heel vaak. Het is ook vanaf dat ik heel klein ben, heb ik dat ook al. We hebben mijn ouders maakten vroeger heel veel filmpjes van ons en foto's. En als je die ook terugziet, ja, ik was zo'n vrolijk kind. En ik had overal zin in. En
het was me niet groots of niet interessant genoeg, zeg maar. Ik vond alles leuk. En, dus dat zit er wel in, denk ik. En ja, tuurlijk, iedereen heeft periodes waarin het iets minder gaat. En waarin je, nou ja, misschien bezig bent met iets leren of met ja, iets wat je overkomt wat niet zo prettig is. Maar ja, dat brengt je ook wel weer wat, denk ik. Maar als je dan zegt, ik ben zo opgewekt en blij en bijna altijd vrolijk. En je nummers hebben vaak toch ook wel een andere onderlaag. Een, niet ja. somber, maar echt filosofischer. En dat je echt nadenkt over dingen. Dat is een andere kant van jou. Zeker, ja. Heb je het daar wel eens over thuis? Hebben jullie het over dit soort dingen thuis? Wat je raakt? Wat je emotioneert? Ja, best wel. En ik denk dat wij daar ook wel mee opgegroeid zijn. Mijn moeder is ook een heel gevoelig, medelevend persoon. Dus ja, dat zat denk ik ook wel een beetje in de opvoeding. Maar ik geloof ook wel dat je daar een soort aanleg voor kunt hebben. Dat je, nou ja, voelsprieten of zo ervoor kunt hebben. Ik weet niet hoe ik dat moet... Ik denk zeggen, maar dat is, ja, het is wel, ik weet niet, veel dingen opvangen en zien bij mensen. En ja, dat heeft ook weer twee kanten, want het is heel mooi dat je zoveel kunt voelen en kunt meemaken. Maar ja, soms, je kunt het ook niet altijd uitzetten. Dat is nee. Nou ja, voor mij iets om te leren. En was het ook een stukje motivatie voor jou om pedagogische wetenschappen te gaan studeren? Kun je in het kort omschrijven wat pedagogische wetenschappen inhoudt? Ja, ik zeg altijd, het is een beetje opvoeden voor gevorderden. Het is een studie die zich erop richt. Het gaat over kinderen. Het gaat over hoe voed je kinderen op, maar ook als er problemen zijn of als er de ontwikkeling stagneert, er is iets aan de hand. Dan kun je naar een pedagoog toe gaan en die kan daar dan in ondersteunen. En dat kan in heel verschillende soorten, heel verschillende vormen. Mensen die bij Veilig Thuis werken kunnen pedagogen zijn, maar ook mensen op scholen of bij gezinnen thuis. Of er zijn heel veel verschillende vormen van. Ja, dat is er wel met de paplepel ingegoten, ook want mijn moeder heeft dezezelfde studie gedaan. Dus, nou ja, dat is misschien deels ook wel. Ik heb heel veel van haar werk ook gezien als kind. Ik ging af en toe wel eens dagjes mee naar de werk. En dan nou ja, kom je toch in aanraking met doelgroepen waar je normaal misschien niet zo snel mee te maken hebt. Dus dat heeft mij wel gemotiveerd om deze studie te kiezen, ja. Soms maak je dan ook wel trieste dingen mee natuurlijk, hè? Want je gaat straks het veld in als je... Want ik neem aan dat je verder gaat in dit vakgebied. Of ga je ja, alleen zingen? Dat of vind ik zo'n moeilijke vraag. Dat vind ik zo'n ingewikkelde vraag. Ik vind de combinatie heel leuk. Ook omdat je maakt dus heel veel mee in het werk van de pedagoog. Je ziet heel veel, je hoort heel veel verhalen. En dat is iets wat je... Wat ik juist in de muziek ook weer kwijt kan. Dus eigenlijk is het ja, een soort samenwerking bijna tussen die twee velden. Dus ja, ik weet niet waar het heen gaat. Ik heb nu heel erg naar mijn zin met wat ik aan het doen ben. En we zien wel waar we uitkomen, denk ik. Dat lijkt me wel heel fijn om zo te kunnen leven. Muzikaal? Jouw familie ook muzikaal? Ja, er wordt wel heel veel muziek geluisterd bij mij thuis. Niet heel veel gespeeld door gezinsleden. Maar mijn opa en oma van mijn moeders kant, die hebben in een bandje gezeten ook. En mijn opa van mijn vaders kant, die heeft ook in een orkest gespeeld en dat soort dingen. Dus het zit wel in de genen, zeg maar. Maar verder thuis, ja, mijn zusje kan heel mooi zingen. Maar ja, je moet ook van het podium houden om te kunnen doen wat ik doe. Dus en daar houdt ze niet van. Nee, dat is niet maar helemaal dat is wel jammer, want ik zag ineens een mooi duo verschijnen. Ja, nee, dat is wie weet. Ik zal het nog eens vragen aan haar. Ja. Wat raakt jou het meeste in deze wereld waarin we nu leven? Hè? Er is nu een enorme toestand met Rusland en Oekraïne. Denk je dan ook aan de kinderen die daarbij... getraumatiseerd worden en wat je daarmee misschien kunt gaan doen als je afgestudeerd bent? Ja, tuurlijk. Ook nu al merk ik, er zijn heel veel initiatieven om te gaan helpen. Dat zijn om opvangplekken klaar te maken en dat soort dingen. Dus dat wil ik wel heel graag nog gaan doen binnenkort. Bij gaan helpen. Maar ik denk dat vooral wat het me het meest raakt, is als je beelden ziet of verhalen hoort van hele dagelijkse, hele normale momenten die
dus ineens er niet meer zijn of die anders gaan of die... Ja, het is ook maar... Het klinkt heel cliché, maar de plek waar je geboren bent maakt zoveel uit. Absoluut. En dat is daar nu gewoon pech hebben, eigenlijk. Ja. En het zijn ook mensen die levens hadden zoals wij dat hier hebben. En dat is in één keer weg. En dat, ja, dat is wel een hele heftige... Die realisatie, dat raakt me wel heel erg. En dat komt ook nooit meer terug. Het wordt nooit meer zoals het geweest is. Nee, in ieder geval niet zonder... Dus ze zullen deze herinnering altijd blijven hebben. Dat is wel, ja... Heel triest. Ja. In dit programma confronteer ik mensen waarmee ik praat altijd met een spreuk. Mm-hmm. En ik had voor jou deze bedacht. En misschien wil je daarop reageren. Elke dag is een cadeau. Klaar om uitgepakt te worden. Ja, dat vind ik een hele mooie. Ja? Ja. Ja, ik denk, al die geluksmomentjes, ik probeer me daar heel erg van bewust te zijn. Van alle hele mooie kleine momentjes met familie of zo, dat vind ik geweldig. En ik denk ook alle kansen die ik op muziekgebied krijg, alle mensen die me uitnodigen voor dingen zoals dit bijvoorbeeld. Ik vind het heel leuk dat ik hier mag zitten. Dat zijn allemaal cadeautjes. Ja, en daar geniet ik heel erg van. Dus ik denk dat je wel een passende spreuk hebt gevonden. Wil je beloven dat je dit enthousiasme nooit kwijt zult raken? Het staat in ieder geval op beeld nu, ja. Dus ik kan het voor altijd terug. We kunnen altijd zeggen van, hey, ja. Sophie, denk erom. Ja. We hebben het op beeld. Ja. Ja. Is er iets wat je kwijt wilt nog, wat je wilt vragen? Nou ja, ik denk dat we nu... Ja, het is een hele gekke tijd of zo, vind ik. Want aan de ene kant kunnen we weer meer. Want nou ja, corona had natuurlijk best wel zijn weerslag op wat we konden doen. En nu lijkt alles weer vrijer te worden en we kunnen weer dingen oppakken. En dan gebeurt er zoiets als in Oekraïne. En dat is wel een hele dubbele werkelijkheid of zo. Ja. En ja, ergens zou je daarin willen zeggen, geniet van wat wij nu allemaal weer kunnen. En probeer dan tegelijkertijd... Dat ga ik in ieder geval proberen om tegelijkertijd ook mensen te kunnen helpen die dus ja, nu in een iets mindere situatie zitten. Ja, precies. En probeer het in een perspectief te zien van corona was een stop, een pauze, een tussenstop in ons leven. Maar uiteindelijk kun je heel veel mensen het leven weer oppakken zoals het geweest is. Natuurlijk, niemand is er onbeschadigd uitgekomen. Nee. En er zijn mensen die ook financieel heel veel problemen hebben gekregen. Ja. Maar... Waardeer wat er wel is en probeer dat belangrijk te maken in je leven. Ik denk dat jij daar ook zo in staat. Ik vind het een hele mooie hoe je dat omschrijft. Ja. Fijn. Ik wens je heel veel succes. Dank je wel. Met alles waar je mee bezig bent en hou je enthousiasme vast. Dit was Gedachtegang. Fijn dat je keek en heel graag tot de volgende keer.